En dit is weer Sørensen. Zijn overzicht, zijn demarrage en zijn schot. Het is allemaal prima verzorgd bij hem. Vanaf die 12e jaar zeg ik tegen mijn grootmoeder dat... ja, wacht maar over een 10 jaar, dan kom ik je halen in mijn sportwagen, hoor, want dan word ik profi. En ja, iedereen ging erom lachen, hoor. Dus, maar mijn grootmoeder niet, ze wist wel dat ik het zou halen, hoor. Dan heb ik een grote BMW gekocht, alleen maar omdat ik dat beloofd had aan haar. En dan ben ik teruggereden naar hun huis en dan heb ik gezegd, nou goed, we gaan even rijden, hoor. We gaan even een beetje lunchen. Geef me een beetje kippenvel om daarna te denken, dus. Wel leuk. Sørensen, de beste man, ook nu weer van het veld. En Koopman, de vrije verdediger, kopt in.